Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Gamersnet Gear. En ja, het is zover. Leon is aangeschoven. We zijn er met onze eigen Leon Kempers in onze wekelijkse techshow. En Leon, wat heb je meegenomen naar de prachtige studio? Nou, wat ik vandaag heb meegenomen is twee microfoons. Wauw. Ja, dit doen we niet vaak met Gamersnet Gear, maar we hebben twee producten. En het zijn ook nog eens een keer studiomicrofoons van Blue. Want Blue had zoiets van, die sturen we op. En wij hadden zoiets van, nou, tegenwoordig wil elke gamer wil een content creator worden. Ja, dat je gaat streamen en dingen op YouTube gaat zetten. En dan monies maken. Ja, monetization op YouTube en Twitch, jongen. Daar heb je gewoon een goede microfoon voor nodig. En Blue speelt die dingen aan. We hebben hier de Snowball en de Yeti. Ik ben aan de slag geweest met de Snowball. En die zit ook in verschillende andere Gamersnet items al. En we zitten hier ook nog eens een keer met de Yeti die jij thuis hebt getest. Ja. En waar we nu ook de audio van... Dat hoor je nu via dit ding. Het leek ons namelijk leuk. Dan weet je ook meteen hoe je klinkt in practice. Ja. Als je bijvoorbeeld gaat podcasten of gameplay commentaries maken. Of wat doet de YouTube-generatie? De YouTube-generatie, pranks. En iets met fidget spinners. En dan zijn we er alweer. Dan moet je wel, dus als je gaat pranken, moet je wel deze de hele tijd meenemen. Ja, en een laptop. Want hij werkt op USB, hè? Ja. Nee, maar dat is natuurlijk een ding. Je zegt al podcast en zo. En dat komt ook omdat dit zijn een beetje versatile USB-microfoons. Ja. Die je dus niet alleen kan gebruiken voor dus commentaries, dat je solo gaat praten, maar dus ook voor instrumenten opnemen, vocalen. Maar dus inderdaad ook een podcast mode, dat hij wat meer om zich heen op gaat nemen. Heb je dat geprobeerd? Hoe is dat? Ja, ik heb het al. Kijk, dat is sowieso. Mensen vragen zich misschien af, wat is het verschil tussen deze twee? Nou, deze is iets duurder en iets beter. Deze heeft ook meer verschillende modi. Dus om daar maar heel veel meteen over te beginnen. Hij heeft inderdaad verschillende modi. En die modi die zeggen allemaal eigenlijk van welke kant hij geluid opneemt. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld als jij en ik nu zo zitten te praten, dan zetten we hem op de stereo-modus, want dan hoor je Tom's stem aan de ene kant en mijn stem aan de andere kant. Maar als Peter bijvoorbeeld nu achter binnenkomt en hij struikelt over een paar dozen, dan hoor je dat niet, want hij is aan de achterkant. Dat is bijvoorbeeld handig als jij gameplay-commentary wil opnemen en je hebt je geluid gewoon over de speaker staan, dan wil je niet het geluid van je computers meenemen. Ja, of van het toetsenbord of zo, wat je precies erachter hebt liggen. Tik, tik, tik. Trouwens, kan ook wel weer fijn zijn, hoor ik wel eens van mensen. Maar voor het sfeereffect, dat ze weten dat je echt live zit te spelen. Ja, dus niet dat jij een livestream aan het kijken bent en daar overheen aan het praten bent. Nee, maar dat is, vind ik persoonlijk wel mooi om te zien, want de Yeti is dus zo'n 130 à 40 euro. Ja. De Snowball is 60 à 70. En dat zie je dus vooral in die modi terug, want dat zijn allebei condensatormicrofoons met cardioid, noemen ze dat dan, opnamepatronen, maar die van jou heeft er dus meer. Dus die heeft omnidirectional en cardioid en dus dat stereo gebeuren. En bidirectional. Ja, dus dat die twee kanten pakt. Deze heeft er maar drie en die twee daarvan zijn ook grofweg hetzelfde. Je hebt een cardioid min 10 decibel. Dus bijvoorbeeld als je het gezoom van je computer wat sneller eruit wil filteren. En een omnidirectional. Maar dat is eigenlijk een heel stuk minder al als wat jij hebt. Plus, er zit hier ook nog eens een keer zo'n potmetertje op. Want jij hebt natuurlijk gewoon een potmetertje op die Yeti zitten. Dat je ook gewoon kan zeggen, nou, ik wil hem harder of zachter. Wat hier dus allemaal digitaal zou moeten met de Snowball. Ja, dat is het voordeel. Ik vind ook, ik denk het voordeel vooral. Ik denk dat deze in heel veel gevallen goed genoeg is als je zelf goed bent met postproductie. Dus als je zelf heel goed bent met audio, of in ieder geval een beetje verstand van heb. Je kan goed filtertjes toepassen. Compressertje eroverheen. Ja, precies. Ik denk dat dan die Snowball gewoon goed genoeg is. Als je, zoals ik, niet zo heel veel verstand hebt van al die After Effects dingen. En blijkbaar dat je weet hoe een computer aan moet. Dan is deze... Nee, maar als je een beginnende content creator bent, dan is deze heel handig. Omdat je heel veel kunt instellen op het apparaat zelf. Ja. En als je eenmaal goed een beetje hebt gespeeld met die metertjes. Want de gain staat in het begin wat hoog. Dus als je over tafel aait, dan hoor je het. Maar dan heb je het helemaal goed ingesteld. Ja. Dan kan je het opnemen en gaan. Meteen eronder plakken. En dat is wel een groot voordeel. Ja, plus jij hebt een audio jack. Dat je ook gewoon een headsetje erin kan plukken. Zodat je meteen hoort hoe je bent. En dat kan deze dus niet. Dan moet je dus eerst opnemen en dan later weer terug gaan luisteren. En jij gaat ons uitleggen waarom dat een heel groot voordeel is. Ja, persoonlijk, ik ben groot voorstander van analoge microfoons, omdat je daarmee dus meteen jezelf terug kan horen. Nou hebben de duurdere studio microfoons, die op USB werken, die hebben dat dus ook gewoon ingebouwd zitten. En ik vind dat persoonlijk heel erg fijn, omdat je dan meteen weet van, oh, hier liggen de pieken, ik moet niet zo hard gaan praten. Hoor je dit wel of niet, is gewoon fijn om direct te kunnen horen, in plaats van, weet je al, achteraf na een livestream van 3 uur te denken, oh, ik stond eigenlijk de hele tijd super hard en ik heb continu ieders ier lopen repen.
Ja. Ja, ear rape confirmed. Dat is inderdaad een van de YouTube-regels. Zij geldt niet ear rape. Ja, ja. Tenzij je ear rape in de titel zet, dan mag het. Ja. Dus, gewoon, dus de andere dan kant... weten mensen waar ze aan toe zijn. Ja, weet je, dat is ASMR, maar dan het tegenovergestelde van ASMR. Dus niet van die hele soepele, fluisterende commentaries, maar gewoon schreeuwen en ieders oren kapot blazen. Dan weten mensen dus dat ze geëarraped worden. Dus dan gaan ze ermee akkoord. Maar is er dan nog rape? Nee, dan is het misschien niet rape. Dat is consensual. Dat is consensual. Consensual ear sex. Ja. Oké. Maar ik denk dat je al best wel de bottom line best wel embodied hebt. Ja. Hier kun je met de snowball kun je van 60 à 70 euro kun je mee rondkomen. De geluidskwaliteit is vrij gelijk, toch? De geluidskwaliteit is vrij gelijk. Jij hebt net een iets grotere word rate. Die van jou is 16-bit. Die van mij is 12-bit. Deze heeft een bereik van 44,1 kHz. Die van jou 48 kHz. Dus het zijn... Alleen voor audiofielen, die gaan echt merken dat dit ding een heel stuk mooier klinkt. Maar je hebt hier natuurlijk wel meer modi op. En het feit dat je terug kan luisteren. En een potmeter. Dus dit is alles in één. En dit is gewoon van, ik wil snel aan de slag met mijn commentaries. En ik hoef niet per se een podcast te doen die alle kanten op gaat. Zeker als je... Ik ben super te spreken over de geluidskwaliteit van beide. Is heel crisp, heel helder. Ja. Maar je moet ook onthouden dat als je bijvoorbeeld echt deze gaat gebruiken voor YouTube. Dat YouTube alles al vrij erg downsampled. Oh, ja, dus tuurlijk, ik denk dat je dan helemaal niet meer het verschil gaat horen tussen die twee. Tuurlijk, als je het opneemt, de hoogst mogelijke kilohertz en zo. Dan ga je het natuurlijk wel merken. Maar inderdaad, zodra je het uploadt of streamt op Twitch of YouTube of... mixer, wat je ook wil, dan denk ik inderdaad dat niet heel veel mensen echt het verschil kunnen horen hieraan. Moet je wel een enorme audiofiel zijn met enorm veel pretentie, dan kan het, ja. Ja, ik hoor dat allemaal, ook al... Dat je YouTube luistert op LP? Ja, dat doe ik. Ik brand het nog altijd op CD, dan breng ik die naar een winkeltje toe en die maken er een LP van en dan luister ik daar mijn podcast op. Ja. Wat trouwens wel echt vet is, kan iemand de Gamers at Radio podcast een keer op LP uitbrengen? Ik wil dat. Oh, dan wordt er echt een sicker collectie dan. Ja, dat is sowieso. Dikke stacks, jongen. Hipster shit. Maar dat was het voor Gamers at Gear voor deze week. De Blue Snowball en de Blue Yeti, 60 à 70 euro, 130 à 140 euro. Flink verschil. En voor ons ook de eerste keer dat niet alleen Leon hier in Gamers Net Gear zit, maar ook dat we wat meer content creator-achtige producten gaan behandelen. Ja. Dus mocht je dat vaker willen zien, laat het weten in de comments. Mocht je zoiets hebben van, ik heb nog vragen hierover, laat het ook altijd weten. Er komen ook nog uitgebreide geschreven reviews aan. Er staat nog meer informatie in, meer specs, dat soort dingetjes. Dus wil je het weten, je weet het te vinden. Gamersnet.nl. Dit was Leon, ik ben Tom. Dit was Gamers Net Gear. Elke dinsdag de laatste tech, gear, gadget en schijnbaar ook content creation tools. Bedankt voor het kijken. Dat was echt een zieke rol in één keer. Ja, holy shit. Ik zat er zelf ook even van te kijken van, wanneer ben ik een robot geworden? Ik dacht, wanneer ga je God van mij naar nooit weten?